Het tekenen van een elektrisch schema, omkeer en draaizijn van een driefase motor. Ook hier beginnen we met Add a Simula Page. Op dit gedeelte worden de componenten gesleept. De bron, een driefase. Een circuit breaker. Het thermisch gedeelte. Een driefase motor vinden we bij Output Components, Motors, Three-phase motor. En daar komen nog contacten van contactoren. Stuurschema. Ook daar power source, daar gaan we uit van 24 volt. Push button. Symbol stop. Dit bijvoorbeeld start links. Copy paste. Maar dan start rechts. Contact normally open. Spoel van een relay, van een contactor, een vermogenrelay, coil. En de 0 volt. Copy paste nog.
Deze noem ik relay K1. Deze K2. Contact van K1. Verbreek contact K1. Maak contact K2. Verbreek contact K2. Duidelijk zie je hier dat relay K1 een normally open contact, een maakcontact heeft op plat A. In kolom 2. Inderdaad. Een verbreekcontact heeft hij in kolom 3. Inderdaad, K1. Zo ook voor relay K2. Verbindingen afmaken. Zo, stuurschema lijkt klaar. Contacts normally open. Rotate 270 graden. Hier zo ergens. Daar mag ik een driefase contact van. Die link ik met K1. Zoals het vermogencontact van K1, dat ziet men hier ook. Het hoofdcontact van deze contactor bevindt zich in kolom 1. En deze was naar 2 en deze naar 3. Zijn allemaal opgeschoven omdat er eentje bij is gekomen. Copy, paste. Dit is relay K2. En ook daar verspringen nu de contacten en ook de kolomnummers. Verbinden. Stroom draaizin omkeren doet men door twee fases om te keren. Deze komt van de rechtse lijn, die moet dus naar de linkse. Deze blijft. Deze komt van de linkse, die moet dus naar de rechtse. Zo. Vermogen is aanwezig. Start links. Mijn motor draait linksom. Stop. Start rechts. Mijn motor draait rechtsom.